Goedemiddag, mijn naam is Arge, vraag R2019, fysica vraag 4. Je hebt hier een configuratie met druk en volume, ja, met twee grafieken, één voor temperatuur T 201K, ander voor T die wordt gevraagd. Wat is de formule die hier bestaat? Wel, de formule voor druk maar volume, dus P maal V, dat is de formule, is uw N R maal T. P druk, V volume, N is het aantal deeltjes, R is de constante voor de vloeistof en T is de temperatuur. Ja. En we zoeken dus T hier, en T kun je schrijven als PV, 1 door NR maal PV. Dat betekent in feite, je temperatuur is evenredig met P maal V. Dus als je P maal V berekenen, kun je ook de T gaan berekenen. Ja? Dus hier de P en de V gegeven. Nu, als je kijkt, deze grafiek hier, ja, voor T293 Kelvin, de onderste grafiek, merken dat bij waarde 200 voor volume, ja, je bij waarde 100, volume is 200, is je druk 100 kilopascal. Ja, druk is 100 kilopascal. Dat betekent, je P maal V, ja, die waarde we zoeken, P maal V, is gelijk aan 200 maal 100 is 20.000. Ja, gewoon een waarde. Nu, als we de tweede grafiek bekijken, ja, dus 200, dat is geen Kelvin, dat is gewoon een waarde. Als je de tweede temperatuur pakt, die we zoeken, bij de tweede, deze lijn hier, bij V, dus T is een vraagteken nog altijd, als je V opnieuw 200 kubieke meter is, ja, dan merk je dat je druk verdubbeld is. Op 200 gekomen, je druk is 200 kilopascal geworden. Het lukt P maal V, ja, die in evenredig met T is, dan kan 200 maal 200, wordt dan 40.000. Ja, nu 40.000. Nu, je merkt hier, voor de temperatuur, voor die formule, heb je maal 2 gedaan, dan moet de temperatuur ook maal 2 gaan, in evenredig. Dat betekent, je krijgt voor een nieuwe temperatuur, 293 maal 2 is 560 Kelvin. Dus antwoord C, 586 Kelvin. Dank voor de aandacht, volgende keer, bye.